Wel, de Volkstuintjes gaat eigenlijk over een café. Dat ook de Volkstuintjes heet. En het speelt zich eigenlijk af. Het café is eigenlijk, of bevindt zich eigenlijk over de Volkstuintjes. En er komen in het café de Volkstuintjes een aantal zotte, enfin, achterlijke figuren, als ik het zo moet zeggen. Want dat is ook door de Ben zo gezegd, dat het achterlijke figuren zijn. En het wordt opengehouden door de André. Dat is eigenlijk de eigenaar van de Volkstuintjes en van het café. En hij is eigenlijk de meest normale van heel de hoop dat meespeelt eigenlijk. Waar het over gaat, het gaat eigenlijk over een meisje en een dochter dat een Volkstuintje komt huren van de André. En dan komen daar een aantal die achterlijke figuren op, waaronder de August. Dat is een brave persoon, maar er is een klein hoekje af van boven in het kopje. Dan hebben we dan de Camille. Dat is nog een stukje aardiger dan de August. Ook een klein stukje af. Iets groter. En dan hebben we de Fabian. En dat is regelrecht zot. Laat ons dat zo stellen eigenlijk. En dan hebben we nog zotte Gusta. En die is nog zotter. En dat speelt zich eigenlijk het meeste... Met die personage speelt eigenlijk het meeste af. En ik mag het einde niet vertellen, want dat moet eigenlijk niet meer komen zien natuurlijk. Maar het heeft een ongelooflijke speciale wending, het einde. En dat is eigenlijk prachtig aan heel het stuk, vind ik persoonlijk. Dus daarvoor moet je eigenlijk al komen zien. En natuurlijk, wat je gewoon zegt bij Take 2, is een hele avond lachen. Hè? Van het begin tot het einde knopken omdraaien en plezier maken en lachen. Want dat hebben we tegenwoordig nodig in deze tijd. Zijn het herkenbare situaties? Het zijn herkenbare situaties, ja. Een broer, een Ben Bervoet. Het is mijn broer niet, maar we zijn zoveel samen dat we eigenlijk broer zeggen. Die heeft dadelijk een stuk geschreven met herkenbare situaties. Ik denk ook uit zijn eigen verleden, uit zijn eigen leven. En het zijn vrij herkenbare situaties die je denk ik zelf wel eens kunt tegenkomen. Hebben jullie gaan scouten in die tuintjes of daar in de buurt? Gaan scouten zijn we niet gaan doen. De broer is misschien gaan scouten in die tuintjes, maar ik betwijfel het sterk. Ik denk dat er mis zo is met gras en planten en groenten halen. Ja, en jullie spelen daar in die kleine zaal in de kelder van de fakkel, hè? Ja, klopt inderdaad. We spelen in de kleine fakkel. En we spelen van 15 april, dus nu 15 april, vrijdag gaan we in première. En het stuk wordt gespeeld tot en met 1 mei. Waaronder 1 donderdag en die valt op 28 april.